Wie van u heeft de kinderen die zo oud zijn als ik? Nee, hoe, heb jij? Jij bent veel te jong om een dochter te hebben die nu 57 is. Dat kan niet. Of een zoon. Heeft u een zoon of een dochter van een jaar of 57? Niemand? Wat bent u dan nog jong? Ja, u wel. Een zoon of een dochter? 65, ja. En was dat dan ook in die tijd van de 60 jaren zo dat u dan moest roepen van... Mag die herrie even wat zachter? Ja. Dat was toch die tijd? Van de Rockers en de... We kregen de Rolling Stones, dus ze braken de boel af in Paradiso in Amsterdam. En toen de Beatles kwamen, sprongen de mensen in de gracht. Ja, toen was ik 10 of 12 of zo in die tijd. We hadden net nog keurig Wim Sonneveld in Carré met Margriet de Groot. My Fair Lady, prachtig. En toen kregen we The Sound of Music, dat was een grote film, hè? Met Julie Andrews. En toen kregen we Mary Poppins. En daarna een tijdje niks. En toen was ik een puber en ik groeide heel hard. En ik was ook heel erg ongelukkig, want ik was heel erg eenzaam. Want ik kon eigenlijk niks. Zoals we allemaal niks kunnen als we een puber zijn. En toen kregen we Jesus Christ Superstar. Nou, dat was dus de eerste musical waarvan ik weet dat de mensen riepen, hou op met die herrie. En er zit ook een tranentrekker in dat hele verhaal. Een echte tranen, voor mijn generatie dan, hè. Dus als u wilt, pakt uw zakdoek vast, misschien is het nodig. En u mag ook meezingen. Het is geen André Hazes, het is nog van daarvoor. Changed in these past few days.
frightened, I couldn't go, just couldn't go. Scares me so, I love him so.